Jij gooit ook de dagen door elkaar, ik dus ook. Ik ben ondertussen heel stuk al met de kerstversiering om opruimen. En ik bedenk me nu dat ik... Gaat het wel over, hè? Want als ik nu naar bed ga, dan ben ik vannacht heel de nacht wakker. Ik had natuurlijk gezegd dat ik niet meer zou gaan snoepen. Ik ging net nog even film kijken. Ik ben de Prestige aan het kijken. En ik ben weer eens niet scherp, nu wel. Het is zaterdag. Vrijdag. Nee, zaterdag toch? Ja. Ja, vandaag gaan we naar opa. Nee, morgen. Jij gooit ook de dagen door elkaar, ik dus ook. Ik ga beginnen vandaag met project koelkast. Want die is een beetje een chaos. En we krijgen tegenwoordig allemaal dit soort maten blikjes. We hadden hier de blikjes, maar dat past niet. Dus ik ga dit even helemaal omgooien. En nu is de koelkast weer echt een stuk beter. En alleen dit komt niet helemaal uit, omdat deze te breed zijn. En omdat die natuurlijk hoger zijn, hebben we meer ruimte. Maar daardoor matcht het dan niet helemaal. Maar ja, als die blikjes dadelijk op zijn, hebben we dus ruimte voor allemaal deze maat, die nu elke keer binnenkomen. Ik ben ondertussen heel stuk al met de kerstversiering allemaal opruimen. En ik bedenk me nu dat ik Sarah's muziek aan het luisteren ben. Terwijl Sarah al een hele tijd boven is. Dus, maar goed... Dit is de staat van de boom nu. Alleen lichtjes zitten nog in. Daar hangen nog wat dingetjes. En dit moet dan nog verder ingepakt worden. Maar ik wacht even tot ik de laatste dingen heb. En nu ga ik eerst even pauze houden voor mezelf. Want ik ben nog steeds niet topfit. Dus even een momentje zen. En dan gaan we er weer voor. En we zijn weer helemaal kerstvrij. En volgens mij ben ik zomaar een keer niks vergeten. Het is echt, dan hangt of staat niks meer. Waar is de kist dan? Dat is allemaal boven. Ik vind het zo lekker dat het dan weer helemaal opgeruimd is. Echt. We hebben net gegeten. Dus ik ga even lekker thee zetten. Mag ik even snel wat bij Denise aanbrengen. Want die hebben ook konijntjes. Maar die zaten zonder konijnenboer. Was ze vergeten met boodschappen. En ze had geen zin om helemaal terug te gaan. Wat ik snap. Dus die is even snel daar wat naartoe aan het brengen. Hoehoe. Ik ben moe. Gaat het wel over. Want als ik nu naar bed ga, dan ben ik vannacht heel de nacht wakker. Dat binder dan bed. Kijk hoe schattig dit is. Ik zet de tv aan en dit is een beeld. Ik smelt. Echt een kleine baby. Oh, zo cute. Ik heb hem teruggespoeld, dus je moet kijken wat hij na dan komt. Kijk dan. Hij is helemaal enthousiast. Oh, ik wil voor hem zorgen. Hij valt om. Ik vind het zo cute. Ik wil hem hebben. Oh. Ik had natuurlijk gezegd dat ik niet meer zou gaan snoepen in nieuwjaar. Maar we hebben zoveel over van oudjaar. Dus ik heb het gewoon even een paar dagen verschoven. En naar maandag. Dus, en ik denk als ik het nou vlog, dan moet ik me er toch wel een beetje aan houden. Want ja... Anders val ik natuurlijk door de mand. Deze heb ik nog. Oh, en dit is echt zo lekker. Dus ik ga die eten en even een filmpje kijken. Maak ik nog even de deur uit. Dus, ja. Lekker chippies. Hij is al open, dus het valt mee. Het is niet die hele zak. Maar die hadden we nog van oud en nieuw. Dus, ja, hij is open. Hij moet gewoon op natuurlijk. Ik ging net nog even film kijken. Ik ben de Prestige aan het kijken. Dat heb ik ook nog eens gezien. Dat is wel echt leuk dat Netflix nu heel veel van dat soort films opeens erop heeft staan. Maar ik denk dat er gewoon te weinig nieuwe dingen gemaakt worden. Maar goed, een stuk gekeken. Maar het is weer laat. Ja, alles nieuw. Dus het is wel echt tijd om naar bed te gaan. Want morgen moet ik ook weer gewoon dingen doen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder.
dan zie ik je morgen weer. Doei doei.